hoge druk heeft en omdat we slijpsel toevoegen aan het water, kunnen we door elk materiaal heen om bij de brand te komen. Dus kunnen door beton, ijzer, hout, kunnen we erheen boren. Hoe dik? Bijna ongelimiteerd, maar normale woonhuizen en bedrijven is geen enkel probleem. En binnen een paar seconden zijn we binnen. En door die hele hoge druk maakt het water zo'n kleine nevel dat het een hele grote koelend vermogen heeft. Dus de temperaturen die binnen de brand kunnen zijn, tussen de 5 en de 700 graden, hebben wij binnen een minuut, twee minuten teruggekoeld naar 100 graden. En dat maakt het veiliger voor de brandweer om naar binnen te kunnen. Oké, en de vraag beantwoordde je al een beetje. Wanneer gebruik je nou zo'n ding? Ja, dat gebruiken we als we panden hebben die nog dicht zitten. De brand is dan bijna gedoofd, omdat er gebrek aan zuurstof is. En die brand zit te wachten op ons, dat wij met de brand weer aankomen, de deur open doen. En dan zegt die brand, kijk, daar zat ik op te wachten. Zuurstof komt naar binnen en dan kan je een explosieve verbranding krijgen. Nou, wij hoeven de deur niet open te doen, wij blijven buiten. Spuiten van buiten naar binnen, koelen de temperaturen beneden. Kan er geen explosie meer volgen. En dan kunnen we veilig naar binnen om de brand uit te halen. Oké, dus het is eigenlijk wel best wel leuk voor eigen personeel ook. Daar is het speciaal bedoeld voor. Ja. En waar kun je hem nog meer van gebruiken? Je kunt er geen branden mee blussen, neem ik aan, toch? Nou, als hij blust, dan is dat mooi meegenomen. Maar daar is hij eigenlijk niet geschikt voor, want er komt maar 60 liter per minuut uit. Dus dat is niet genoeg. Dus we moeten altijd nog naar binnen om de brand uit te maken. Nou, ik zou zeggen, ga van start. Dus ons even, zal ik jou de microfoon geven dat ik even uitlegde? Ja, dat is goed. Ja, collega Robbie van der Beek die gaat eerst even het systeem even testen. Dan kunt u ook in de open lucht zien hoe die nevel erg lang blijft hangen in de lucht. Dat doet hij dan in die brandende ruimte ook. Je ziet, het vormt een hele dunne mist. En op het grote oppervlak heeft het een heel groot koelend vermogen. En dan laten we even zien hoe snel we door een houten deur heen kunnen. Dit is alleen nog maar water. We hebben nog niet de tijd gekregen. Dit is een soort fijne mist die zorgt voor de temperatuur. Ja, de normale stromen die we gebruiken in de brandweer hebben heel veel water uit. Dat is een hele grote druppel. En daardoor heeft het minder koelend vermogen. En omdat het water met zo'n hoge kracht en met zo'n hoge snelheid uit de straat komt. Beton kunnen we overheen. 4 centimeter beton duurt ongeveer een minuut, anderhalf. Ik zeg handig spul. Een zeer handig spul. Ja, wordt nog te weinig gebruikt. Er zijn nog maar 3 korps in het land die het gebruiken. Hoeveel hebben jullie er staan? Momenteel hebben we er 3 kunnen we en de 4e wordt ingebouwd. Oh, dus die zit al op een tankautospuit? Ja, we hebben er 2 op een tankautospuit. Deze zit dan op de bijzondere blusmiddelencontainer. En er wordt nog een 3e autospuit ingebouwd. Handig? Ja, heel handig. Ja, dankjewel.
dames en heren, we zijn begonnen. Ik was nog heel even aan het wachten op iemand om dat te vertellen. Het belangrijke bij een HV-ongeval is dat de auto eerst gestabiliseerd wordt. Dat zijn die kleine zwarte blokken. Dat is de eerste stap. Dat is om veilig te werken en om het slachtoffer te beschermen. Zodat er geen bewegingen. Je kan begrijpen dat na een ongeval voel je je niet echt lekker. En wat er dan aan te pas komt is het redgereedschap. Op het ogenblik ziet u bezig met de spreider. En de bedoeling is om dan een beetje ruimte te maken om het slachtoffer zo recht mogelijk uit de auto te krijgen. Het gaat altijd in samenwerking met de ambulance. Die geven aan, we willen hem zo eruit, zo eruit. Mocht het kunnen, dan laten ze de patiënt gewoon uitstappen. Maar in veel gevallen zit het slachtoffer of zo bekneld, of moet hij rechtstandig de auto uit. En in dat geval knippen de auto om het slachtoffer heen weg. We zijn nu overgegaan op de schaar voor het knipwerk. Hoe lang zijn jullie meestal bezig met zo'n HV-cursus? Ja, het is afhankelijk van het incident. Als het heel snel moet en de persoon die geknald is heel snel eruit moet, dan maximaal 5 minuten. Maar moet het gewoon op zijn gemak, ja, dan pellen we zo veilig mogelijk de auto om het patiënt, om de persoon helemaal weg. En dat gaat op een rustige, veilige manier. Okay. Ik zei het al, stap is hier dus eerst. Fijn dat de glas verwijderen, zodat we bij het slachtoffer niet kunnen komen. Nou, dat gebeurt nu, bij de achteruit. Wat is de volgende stap? Ja, dat is afhankelijk van. Accupolen los. De meeste auto's die hebben airbags, heel veel airbags. En die kunnen geactiveerd worden als de spanning erop staat. Ik wil niet zeggen dat als de spanning eruit is, dat het ook nog kan gebeuren. Dat is niet uitgebeuren. Maar om ervoor te zorgen dat de kans zo min mogelijk is aan de accupolen los. We plaatsen een airbag vangen. De huidige auto's hebben allemaal een airbag in de stuur zitten. Is dat zodat als die afgaat, dat die gewoon opgevangen wordt door zo'n ding? Ja, we hebben de airbag opgevangen in de airbag vangen. Oké, okay. En ik zie nu in het achterlicht iets, wat daarom is dat? Nou ja, de huidige auto's zijn zo geconstrueerd dat een knipper niet meer echt kan. Met de nieuwe technieken die we hebben, scheuren we de auto. Het metaal van metaal afscheuren en dan hebben we de kans dat we eerder binnenkomen is veel groter dan als dat we geknippen. Oké, dus je zoekt de zwakke plek op, die manipuleer je zodat je het makkelijk alles kan wegkrijgen. Ja, door middel van scheuren, metaal op metaal scheuren, ja. Is de kans groter dat we eerder binnen zijn dan dat we gaan knippen. Kijk, en even hier, hier achter ons staat het hulpverleningsvoertuig. Wat zit daarin wat we niet in een gewone auto spuit zit? Nou ja, achter ons zit een zwaarder materiaal. Bij het materiaal waar hun mee werken zit standaard op een autostuit. Dat is voor dit soort gevallen. Dus kleine autootjes, gewone autootjes, maar de huidige auto's zijn niet aan het dat is echt zwaar materiaal en dat is ook aanwezig op dit voertuig. We hebben er daar 3 van in Amsterdam. 1 in Amsterdam, 1 in Diemen en 1 op de Halenweg. En er zit ook materiaal in die gebruikt kan worden bij verkeersongevallen met bus, vrachtwagen, mensen onder het metro, mensen onder de trein. En die jullie ook vijzels voor metro's en trein? Ja, die hebben wij ook. Alle voertuigen zijn uitgerust met vijzels die zowel een trein, tram of metro omhoog kunnen tillen. Om daar een persoon die doen is niet aan te houden. Oké, heb je nog meer dingen dat achter elkaar rechter soms? Ja, eigenlijk alles wat je nodig hebt bij verkeersongevallen, van hefkussens tot licht. Je ziet een kraan, noem maar op, zwaarmateriaal, stabilisatiemateriaal zit op dit voertuig. Ja. Dus komen jullie ook wel eens in actie bij bijvoorbeeld een paardenwagen of om de duikers te assisteren, dat soort dingen? Ja, de kraan wordt wel eens veel gebruikt om auto's uit de gracht te halen of als mogelijk is een paard uit te sloten. Maar in de meeste gevallen gebeurt dat toch in de weiland, dus dan komt er een boer met een tractor en
En die doet dat veel beter. Die trekt hem met de koppenstaart uit. Oké, en waar zijn we inmiddels met de auto? Hè? De auto is geloof ik ingedeeld in stijlen. Welke stijl is dit, die achterste? Ja, als we gaan kijken naar de stijlen, dan zeg maar dicht aan de voorkant bij de motor is de A-stijl. Hier in het midden zit de B-stijl. Zit de C-stijl. Ja, daar zijn ze nu aan het knippen. Zijn nu de C-stijl aan het doorknippen. Ik weet of niet. Ik ga even vragen. Ja, we gaan nu omdat de persoon van de ambulance fictief rechtstandig eruit moet, dus eigenlijk door het dak heen. Maar ja, dat gaat niet, want er zit een dak. Dus dan maken we een dakomvouw. Dat houdt dus in dat we dus de B-stijlen, de C-stijlen en gaan doorknippen. We geven boven aan het raam, zeg maar het raam, voorraam, we geven een knip of maken we een veetje met de schaar. Dan slaan we erop en dan kunnen we zo het dak voorover op de motorkap gooien. Oké, dus om te verzwakken, zodat we een beetje een vouwtje erin maken, zodat die makkelijk rond. Ja, en dan kan dus met de redplank, kan dus achter de persoon die achter het stuur zit gezet worden en dan halen we hem zo stevig mogelijk eruit. Dus dat hij zo min mogelijk zijn rug blesseert. In de 33 jaar, zijn er rare dingen tegengekomen? Wat is het meest memorabele wat je er tegenkwam? Weet je net, die zijn naar kinderen. Ja, nou ja, ja, heel veel. Maar ja, ook 15 mensen gered. Kijk, ja, het is lekker. Even tussendoor een huishoudelijke mededeling. Er zijn een drietal auto's die weg moeten, want die staan voor de plek van de uitdruk. En als ze niet weggehaald worden, dan gebruiken we onze demo-auto's. Hoor ik hier nu net. En dat zijn de gelukkigen. 27 Tango Golf Papa X-Ray. En 29 Lima Bravo Foxtrot Hotel. En als laatste 8. Ik zal nu echt zeggen als ik een leesbril nodig heb. Ja. Sierra Dubbelgolf 77. Deze gelukkige, haal alsjeblieft jullie auto weg voordat de HV-teuners eroverheen gaat. Geloof me, dat wil je niet. Dat gun je niemand. Ja, ik zie ze nou aan de voorkant bezig. Wat zijn ze nu aan het doen? Ja, het is mij ook een... Oh, wacht even. Ze maken ruimte weer eruit, zodat ze makkelijk zoals de ruimte hebben. Ja, ik denk dat vanwege de dakomslag naar voren halen ze de deur eruit. Zodat ze dus de B-stijl beter kunnen knippen. En een betere vouw in die A-stijl kunnen geven. En dan is het allemaal wat fragieler geworden. Ah, dit heet de dump geloof ik. En waar is dat voor? Ja, dump is meestal om ons een betere werkruimte te geven. En als ze dus voor politieonderzoek, dus dan kunnen ze naderhand politieopvalldienst de spullen bekijken hoe de impact is geweest. En een beetje netjes werken. Een beetje netjes werken, ja. Hoe hou je dat een beetje in de gaten? Ik heb wel een soort van werkcirkels, hoe werkt dat? Ja, je hebt in principe drie werkcirkels. Je hebt ook verschillende, die mensen 1 en 2 die knippen, 3 is de veiligheidsman, 4 is de medische man, die gaat indien mogelijk achter de slachtoffer zitten om zijn hoofd stabiel te houden en op aanwijzing van ambulancepersoneel eventueel wat dingen te doen, afplakken of afknellen. En de veiligheidsman zorgt ervoor dat er niet over het materiaal gestruikeld wordt. En dat er veilig gewerkt wordt, dat mensen een brilletje opzetten, handschoenen, scherpe delen worden afgedekt en daar heeft iedereen zijn taak. Oké, volgens mij zijn we nu aan die inknip geland. Ja, om het zwak te maken, kun je dus of een klap geven. We hebben een hele grote ijzeren staaf waar we ook een klap mee kunnen geven. Maar in dit geval kiezen ze dus net om hem door te knippen boven het raam. Nou, dan is hij dus als het ware heel zwak. Ah. En ze klappen dus als het ware. Ja, en ze laten het voorraam meestal zitten vanwege de wind. Als het heel koud is, heb je toch nog een soort bescherming voor het slachtoffer wat betreft onderkoeling. Ja, het slachtoffer kan eruit. Ja, ja, missie geslaagd. Dus, dames en heren, hadden we nog vragen? Nu ik de experts hier heb.